What will you do now? He said, oh, there will be cash for you, but op een vrachtauto en dat alles. En dan graag met anderen, maar niemand naast me, dat wil ik niet. Zal ik althans dat commandoopschap wil ik dan hebben. En dat kon. Ik kwam bij de afdeling, hoe heet je dat? Aan- en afvoerdienst. Klopt wel, AAD. Niet meer. Nou, en dat is toen gebeurd. Toen heb ik heel Java afgereden met kanonnen, met gewonden, met weet ik veel, tot voorbij de laatste dag toe. En dat is ook weer een lang verhaal, maar in ieder geval die nacht was heel spannend. En toen ik terugkwam onder heftig bombardement, gedurende die hele tocht, wonderlijk, want ik had een transport verricht voor, ik weet de man zijn naam nog, maar niet nou, de overste die en die, die daar zat in Kutiao, geloof ik. En Bartjan Pitu. En daar moest ik dan materiaal voor brengen, dat hij zich goed kon verdedigen. Het materiaal bestond uit twee auto's met jenever, twee auto's met tabak, nog twee auto's met ik weet niet wat, maar in ieder geval, het was ontzettend leuk wat ik daar kon brengen. En toen ik daar was, toen was er nog geen hond. Ze hadden zich nog niet daarin teruggetrokken en waren voor mijn gevoel ook niet van dat te doen. Dat deed ik dus met zeven Indonesiërs. Ik had zelf een auto en zeven achter me aan. Dat heette toen inlanders geloof ik, of nog iets smerigers. En die zijn hem allemaal gesmeerd. Ik ben alleen teruggereden. Ik heb nog één keer gezegd, rechts in de flank mars, maar ze waren al veel verder weg dan ik kon bevelen. En toen ben ik teruggekomen in Bandung. Te midden van nog wel wat. Want ik wist niet eens dat de oorlog afgelopen was. Want we hadden geen radioontvangst of zo. Dat weet ik niet aan. Ik zag, dat was de Felix. Ik dacht op een gegeven moment, dat is gek. De oorlog is alweer afgelopen. En ik kwam binnen in Bandung en het was doodstil. En ik ging naar onze retreats. Commandant? Nee. Naar onze, waar we allemaal sliepen. Onze barakken. De wat? Barakken. Ja, barakken. Ja, nee, zeg, wacht even. Tent. Dat krijgen we later. Het kazerne. Later. Kazerne. De? Kazerne, toch? Kazerne. Nou, en die bleek totaal leeg. Ik kan zelfs niemand. In dat hele grote gebouw waar al onze bedden stonden, niemand. Dat was heel gek. Dus ben ik daar toch maar gaan slapen, want ik was langzamerhand doodmoe. Ik had een sinistere nacht gehad met dat rijden toch wel door enkele brandende situaties en zo. En door het volledig stille Bandung nog altijd heel wonderlijk. En toen ben ik gaan zoeken. Ik heb benzine geleend van de meneer die me zei dat de oorlog afgelopen was. Nee, dat zei hij niet, geloof ik. Maar verloren was dus eigenlijk. Ja, verloren, ja. Dus afgelopen, ja. Ja, dus toch wel afgelopen, ja. En toen zei ik, nou, dat is, wie heeft er dan gewonnen? Want ik vond het allemaal zo vreemd. Maar in ieder geval, ik kon van hem wat benzine lenen, want die was er ook totaal op. Toen ben ik rondgereden door Bandung en toen kwam ik op een gegeven moment, zag ik enkele bekende lieden staan voor een poort. Toen zei ik, jongens, wat is het? Zei ze, oh, je moet onmiddellijk hier binnen, want we zijn allemaal opgesloten. Nou, ik heb de auto laten staan, vrachtauto, en ik ben in het kampje gelopen. En dat was het begin. Van hoeveel dagen? Ik heb precies weten, 1274 of zo, maar in ieder geval in die orde. Dus u zat daar gevangen en kun u vertellen hoe het daar was? Hoe de omstandigheden waren? Bespottelijk. Maar je had natuurlijk met je bewakers. Kijk,
aan die Duitsers had je kunnen vertellen wat de grote smeerlappen waren. Ja. Maar dat konden we aan die Jap helemaal niet vertellen. We kenden geen enkel woord. We konden niet eens in vloeken. Dat we hielden ons maar bij onze eigen en maakten het voor onszelf zo goed mogelijk. En we werden wel om wonderbaarlijke redenen soms afgeranseld. En soms kregen we plotseling weer, om nog wonderbaarlijke redenen, kregen we plotseling wat meer eten. En dan kregen we weer 2 dagen niets. Het was onvoorspelbaar, we konden er zelf totaal niets aan doen. En onze commandanten waren ook niet direct degene die tafel, ja, op welke tafel konden slaan en zeggen, nou moet het anders. Daar is geen sprake van. Was er geen enkele mensen ertussen? Niemand die... Hoe moest je ermee praten? Er waren tolken. En die waren natuurlijk nog meer onder controle van de Jap dan welke Japanse soldaat ook. Nee, we hadden, daar hadden we in het begin, en dat is, dat ga ik hier, dat is veel te lang, hoe je dus langzamerhand assimileert en non-assimileert. Hoe de afstand groter en de afstand kleiner wordt. Ik bedoel, dat kan tegelijk gebeuren met de Jap. Ja. Maar onderling, had je in een kamp van, met hoeveel zaten we daar in Bandung? In het eerste kamp. Een getal, 10.000 of zo. En daar had je wonderbaarlijk genoeg, er waren enkele mensen die ik wel kende en die mij kenden, maar dat waren er toch niet zoveel. Daar in dat kamp, want ik was soldaat nu en ik was in de onderste echelon. En daar bleken meer soldaten zijn, professoren en kamerleden en weet ik wat, die zaten die ook soldaat waren. Maar we hadden binnen, denk ik, een week of 2, hadden we met z'n 10 besloten om samen 1 huis te gaan en daar in 1, want we werden gewoon in een villa-werk bij opgeborgen. En dus dan kon je nog een beetje zelf matsen met. En toen moesten we ook weer gauw gaan werken voor die Jap. Wat moesten we doen? Nou, bijvoorbeeld onze eigen prikkeldraad aanbrengen. Om onszelf te beschermen. Het was heel mooi. Wim Kan en Corrie Volk zaten ook in Japan. Die zaten, ja, maar die zaten niet bij mij. Nee. Dat waren de enige mensen die ik persoonlijk kende toen ik in Indië kwam. Want daar was ik heel mee bevriend al lang voor de oorlog. Voordat ze zelfs optraden. Dus dat was heel leuk. En ik heb ook alle foto's van Wim in zijn boeken gemaakt. Die nou uitgegeven zijn, of toen uitgegeven na de oorlog. Dus. En nee, daar was ik heel nauw mee. Maar die zat niet bij mijn kamp. En maar er zaten wonderbaarlijke mensen, Rob Nieuwenhuis, die nou pas gestorven is. En Ivo Vriendstra, die ook al dood is. En Bernard van Tijn. En Leo Vrooman, die nog wel leeft. En die we nog deze dagen aan de telefoon hadden. Dus, en dat groepje heeft zich toen. En is ook vrij aardig bij elkaar gebleven, want we zijn daarna nog wel van het een naar het ander gebracht. Dat, we waren ontzettend blij toen we aan het werk mochten. Want we hadden al geen reet te doen en we hadden geen eten ook, dus je verveelde je rot. Je had nog tijd over om te eten ook nog. Dus alleen geen eten. Nee, maar dus, de honger werd gelijk. Die werd wel heel groot, ja. Die werd groot. Niet ongezond. Maar aan het eind was ik even onder de 50 kilo. Dus als het heel lang gebeurd was, dan had u het niet kunnen overleven. Nee. Ja, nou, dat is onvoorspelbaar. Misschien hadden we wat. Kijk, er ging om. Niet eens zoveel. Je moet het niet met de Jodenkampen. Mag je het werkelijk niet vergelijken. Ik bedoel, wat dat betreft zijn we opzij gelegd en zijn we geholpen met die Jap en heeft hij ons verventeerd. Ja. Vergelekenderwijs dan. Ja. Maar er was ook heel weinig eten.